aquarelleren met de Derwent Grafitint Paint Pen Set op Oud-Holland Classic Watercolor Paper 535. De grijze antiekachtige kleuren van de grafitint komen hier perfect op uit. Met een eekhoornpenseel maak ik de achtergrond van deze bloem nat en geef het kleur met de grafitint. Ik gebruik daarvoor de kleuren Meadow, Slate Green, Ocean Blue en ik probeer die pigmenten mooi in elkaar te laten lopen, nat in nat. Dan nog wat Juniper en bouw het op naar een donkere kleur. Met een gewone marterpenseel breng ik nog wat extra pigmenten aan en met een tissue haal ik hier weer pigmenten weg. Dit geheel laat ik even drogen en met behulp van een föhn versnel ik het drogingsproces. Want het moet eerst droog zijn, wil ik aan de bloem beginnen. Ik werk hier op 535 grams Oud-Holland watercolor paper. Die hoef je dus niet op te spannen en dat werkt prima. Nu ga ik de bloemkleur geven. Dat doe ik dus met de martenhaar. En ik begin gelijk met een donkere kleur om wat vorm te geven. Ik pak toch even een wat fijner penseeltje. En ik doe dit met de kleur Dark Indigo. Normaal ga je van licht naar donker, maar omdat deze bloem vrijwel uit één kleur bestaat, begin ik al gelijk om vorm aan te geven, zodat ik houvast heb. Je begrijpt nu ook waarom de achtergrond goed droog moet zijn, anders zou de kleur gelijk doorlopen. En ik wil echt wel een losse bloem in een achtergrond hebben, die dus niet doorloopt. Ik bouw dit op. Dus ik zet donkere lijnen neer, ik laat het verlopen. Probeer nog wel enigszins het licht in de bloem weer te geven. Maar doordat het een vrij donkere bloem is, zal waarschijnlijk de gehele bloem al van kleur voorzien zijn. Hier bouw ik dus die andere bladeren op. En ik ga van licht naar donker. En ik ga steeds meer gedetailleerd en steeds donkerder werken. Onder de bloem zitten er nog een paar knoppen die zeg maar nog dicht zitten. Die geef ik ook aan. En daar gebruik ik de kleuren Juniper, Poort, maar ook wel Slate Green en Meadow. Om die knoppen te creëren. Belangrijk is dat, dat je daar het wat open houdt. Hè? Dus dat je het wit laat spreken van het papier. Dus niet geheel dicht schilderen. Terwijl de bloem vrij donker en dus wel dicht geschilderd is. En dat wordt lastig om daar dus vorm in te krijgen. En dat krijg je door nog steeds meer contrast aan toe te voegen. Belangrijk is om steeds te wachten totdat de onderlaag droog is voordat je een volgende laag erop zet. Deze grafietint is een aquarel, maar met een pigmentmenging van grafietpotlood. En dat geeft dus een vrij mooie, antiekachtige, klassieke kleur. Je hebt dus 12 kleuren die je ook prima onderling kunt mengen. Op het voorbeeld wat ik naschilder, is de achtergrond beduidend donkerder. Dus breng ik een donkere kleur aan. Dit doe ik met de marterpenseel en breng nogmaals eens Dark Indigo, Juniper, Slate Green, Ocean Blue en Meadow aan voor een tweede achtergrondlaag om het contrast te verhogen. Wat ik eigenlijk wel merk is dat het contrast met de bloem en de achtergrond een beetje verdwijnt, maar daar gaan we strakjes wel een oplossing voor vinden. Eerst maar eens een keer die kleuren extra aanbrengen. Ik laat die pigmenten dus ook echt in die natte achtergrond weer vloeien. Hier en daar weer een beetje wegdeppen. Als de achtergrond droog is, ga ik weer verder met de bloem. Ik breng nog een keer een laag dark indigo aan om het contrast in de bloem te verhogen. En kijk goed naar waar het nou echt heel donker is. En daar breng ik mijn allerdonkerste kleur aan. Ik moet het contrast verhogen en dat kan ik alleen door nog donkerder aan te brengen. Dus mijn donkerste kleur is een dark indigo, juniper gemengd. En ik probeer hem vrij dekkend als het ware op te zetten. Laagje over laagje en steeds meer details.
Belangrijk hier is dat je niet alles dicht schildert. Je wil ook nog vorm blijven houden in deze donkere bloemen. Toch nog een keer een laag proberen. Ik wil die blauwe kleur natuurlijk wel proberen te vangen, maar ik wil hem ook weer niet helemaal dicht schilderen. Dan merk ik toch dat die achtergrond misschien toch iets te donker was en ga ik hem nu uitwassen. Dat betekent dat ik er water aan breng, ik met een wat steviger penseel, een synthetische penseel, het pigment laat oplossen en met een tissuepapier probeer weg te deppen. Nu is het contrast met de achtergrond beduidend beter. Ik droog het geheel en ga nog een keer die donkerste laag op de bloem aanbrengen. Je bouwt die bloem dus echt laag over laag op. Nu de laatste details. Ja, ik ben tevreden over het resultaat van deze bloem, gemaakt met de grafietint van Derwent. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd en tot de volgende keer.